Welkom, het belangrijkste voetbalnieuws komt van Quick Boys. Zij krijgen per 1 oktober aanstaande een technisch manager. Oudspeler en coach Gert Anewiel wordt eindverantwoordelijk voor Quick Boys 1, 2, 3, Jong Quick Boys, de scouting en de jeugdopleiding. Hij is daardoor verantwoordelijk voor de gehele technische staf en mede bepalend voor het technische beleid van Quick Boys. Verderop in deze uitzending ook een interview met Vincent van Duivenbode, de nieuwe trainercoach van de Dames 1 van Zwem- en Poloclub Katwijk. En met voetballer Danny Guit over zijn gelijknamige voetbalacademie. Alle Katwijkse clubs haalden dit weekend ruime overwinningen in de hoofdklasse B. Rijnsburgse Boys speelde in de topklasse de altijd lastige uitwedstrijd in en tegen Capelle gelijk. We zetten alle uitslagen voor u op een rij. Zoals gezegd, dus een gelijkspel voor Rijnsburgse Boys. In en tegen Capelle werd het 2-2. Een aanvallend Katwijk won thuis ruim met 3-0 door doelpunten van Van Dam en twee keer Marciano Mengerink. Quick Boys speelde uit tegen Zwaluwe. Het was volgens trainer Van Donkschot de wedstrijd van de vrije trappen die gewonnen werd met 1-4 door doelpunten van de eigen jongens Jaap van Duin en Tom de Vries. Zij scoorden beide twee keer. De kampioen van de eerste klasse B van vorig jaar, FC Rijnvogels, speelde thuis tegen de kampioen van de eerste klasse C van vorig jaar, Spijkenisse. Na de nederlaag van vorige week werd er nu ruim gewonnen. Valk 68 wint uit met 0-2 door doelpunten van Van Klaveren en Kabelaar. En de dames van FC Rijnvogels wonnen uit met dezelfde cijfers. Hier werden beide doelpunten gemaakt door Claudia Owel. Behalve de voetballers kwamen er meer sporters dit weekend in actie. De heren 1 van Grasshoppers wonnen hun eerste thuiswedstrijd van dit seizoen ruim met 90-72. In de tweede klasse E bij het veldkorfbal won Matthew Nipt van Helios. De heren volleyballers van RVV wonnen in de promotieklasse C van Delta met 2-3. En bij tafeltennisvereniging Rijnsoever verloren de heren 1 met ruime cijfers van Dokos. En de heren 2 deden dit tegen TOG. Zoals u ziet werd het respectievelijk 9-1 en 8-2. Een slecht weekend voor de tafeltennissers dus. Tot slot hockey in de derde klasse A. De heren van Katwijk wonnen nipt met 4-5 en de dames verloren van Westerpark met 3-5. Iets anders dan nu. Afgelopen voorjaar vertrok de toen nieuwe coach van Dames 1 van de Zwem- en Poloclub Katwijk, Juri Klein, plotseling 3 wedstrijden voor het einde van de competitie wegens een andere visie en het missen van een klik met zijn team. Inmiddels is er een nieuwe trainercoach aangetrokken voor de dames, Vincent van Duivenbode, en wij spraken hem. De zoektocht naar een nieuwe trainer voor Dames 1 is al in april ingezet, maar nu is hij dan gevonden. Vincent van Duivenbode. Vorig seizoen nog actief bij BZ en PC in Bodegraven en een verleden bij LZ 1886 in Leiden. Katwijk en LZ lijken een beetje op elkaar qua cultuur, een breedteclub, iedereen doet mee. En degenen die in de top willen spelen, tussen aanhalingstekens top, die doen daar ook hun best voor en daar staan ook ruimte voor. Dat was voor mij de keuze om te kijken en dan met Ferry Sprost, die ken ik dan via zijn broer Arnold, een gesprekje aangegaan en met die meiden gesprek. En dat klikt eigenlijk gelijk en toen ben ik maar begonnen. Hey dames, we liggen stil, kom op werken! Ik hou van de sport. Wat mij betreft vind ik alle andere sporten vind ik niks eigenlijk. Ik bedoel, er is één sport als waterpolo. Dat draag ik ook uit. En ik probeer mensen altijd enthousiast te houden en enthousiast te krijgen voor de sport. En als ik met die meiden lig te trainen, dan probeer ik ze enthousiast te maken om het maximale uit zichzelf te halen. En ik zeg altijd, pijn is niet een signaal dat je moet stoppen. Pijn is juist een signaal dat je aan het vooruitgaan bent. Dus zoek je eigen pijn op en ga daarin verder. En trainen. En dat is eigenlijk het devies. En met de nieuwe trainer zijn er natuurlijk ook nieuwe doelstellingen. Het is een leuk team. De meiden hebben fanatisme. Ze willen kampioen worden dit jaar. Ze komen uit een lichtere competitie dan vorig jaar. Het is een lichtere competitie dan de pool waarin ze nu komen te spelen. Dit is echt met ZVL, met Donk. BZ en PC speelt erin. VZV speelt erin. De Ham speelt erin. UZSC speelt erin. Dat zijn op zich wel allemaal gerenommeerde clubs. Met een goede damesselectie. Ja, dus ze hebben het wel opgezocht dit seizoen, maar ze hebben er vertrouwen in. En ik heb vorig seizoen al in deze competitie gespeeld en ik denk zeker dat wij voor de eerste 3 plaatsen moeten kunnen gaan. En misschien wel de eerste 2 plaatsen op het moment dat bij wedstrijden waar het om hangt, weet je wel, 10, 9, 9, 10. Als het kwartje de goede kant opvalt, dan pakken we ze. Kortom, er is genoeg werk aan de winkel, maar de sfeer is goed in het water van Aquamar. En de klik tussen spelers en trainer is duidelijk aanwezig. Over het algemeen vindt men mijn trainingen leuk.
Nou, dat scheelt al bij jouw acceptatie. En ik denk dat je pas echt wordt geaccepteerd als je in een coach, in een wedstrijd die negatief dreigt uit te pakken, een positieve wending kan brengen. En als je dat eenmaal gedaan hebt, dan heb je een team. Nou, in de weg daarnaartoe hebben we een trainingskamp, waarin we ook een teambuilding sessie hebben ingebouwd. Waar ik de meiden eigenlijk op hun eigen kwaliteiten ga afstemmen. Dus ze moeten van elkaar de kwaliteiten gaan benoemen. En hoe je die het beste in een wedstrijd tot uitdrukking kan laten komen. En dat is een spel en dat moet je samen doen. Maar je traint ook gewoon op techniek, toch? Neem ik aan. Absoluut, absoluut. De basistechniek is het belangrijkste. Goed vangen, goed schieten, hoge balsnelheid, hoog tempo. En ik heb ook met ze afgesproken dat ze aan het eind van het seizoen 30 seconden achter elkaar tot hun navel uit water kunnen komen met een arm eruit. Continue dreiging, dat de keeper eigenlijk niet weet. Ja, iedereen die bal kan krijgen, die kan schieten en die schiet hard. En ze staan allemaal dreigend, dus ik weet niet wie de bal krijgt. Dus ja, wat moet ik? En dan is het een doelpunt. Dat is waar we heen willen. Eigenlijk een beetje mannenwaterpolo. En weer terug naar het voetbal. 1 september is de Danny Guit Voetbalacademie van start gegaan. Met als belangrijkste doelstelling het aanleren en of verbeteren van voetbaltechnische vaardigheden bij jeugdspelers. Hoe dit precies in zijn werk gaat, dat horen we van Danny zelf. Hi, ik ben Danny Guit. 13 jaar betaald voetbal achter de rug, waaronder 4 bij FC Os, daarna 4 jaar Roosendaal, 3 jaar Cambuur Leeuwarden. En de laatste 2 jaar van mijn carrière heb ik gespeeld bij Willem II, waaronder 1 jaar in de Eredivisie. Dat jaar dat ik terugkwam, kwam ik terug naar Katwijk vanuit de profwereld. En hadden ze eigenlijk ook wel een naam nodig die daar een beetje fundament aan kon geven. En daar wilde ik natuurlijk bij mijn eigen club wilde ik daar van harte aan meewerken. Dus van daaruit zijn we met z'n drieën gaan brainstormen en wat we nou precies gaan doen met de techniekschool. Ja, die oefeningen kon ik op zich wel. Het is even erin slijpen om het er echt mooi uit te laten zien. Ik ben natuurlijk linksbenig vooral. En als je dan een actie maakt en je moet eigenlijk met buitenkant rechts bijvoorbeeld die bal meenemen, dan doe ik dat toch vaak met links. En dat moet je gewoon even oefenen. Dat is ook met de jeugd. Straks zie je dat ze 3-4 maanden verder zijn. Dan gaat het eigenlijk al vanzelf. En dat is met mij en onze trainers is dat hetzelfde. Ik ben nooit echt bestempeld als een technische speler, dus dat inderdaad niet. Heb ik ook te weinig van dit soort dingetjes gehad. Had ik hier vroeger eerder mee begonnen, dan had ik daar een betere basis voor gehad. Je ziet het vaak pas bij spelers die langdurig geblesseerd zijn geraakt. Die krijgen dan in één keer dat soort oefeningen. En wij denken daar juist een stap voor te zijn. Van, joh, begin daar gewoon heel vroeg mee. Dat het in je systeem zit, dat je in elke situatie je eigen eruit kan redden. En daar willen wij aan meedragen. Is er een beetje animo voor? Ja, zeker. Ik krijg nu ook, we proberen eerst nu de D, E en F jeugd. Ik woon zelf in een wijk in Katwijk. Het was nog geen 2 weken bekend of er kwamen jongens aan de deur. Mogen we een inschrijfformulier? Waar kunnen we ons inschrijven? Dus dat we willen eerst weten waar we mee bezig zijn. Dat we een goed plan hebben. En van daaruit willen we dan ook de jongens van buitenaf. En de jongens die niet in dit plan voorkomen vanuit de selectieelftallen. Willen we wel de kans geven om zich ook aan te melden bij de voetbalschool. Wat is je favoriete beweging zelf? Nou, om zelf uit te voeren denk ik dat de scharen redelijk makkelijk is. De Okocha die heb ik aardig onder controle. Dat is de bal meenemen en een lichaamsschijnbeweging naar links bijvoorbeeld. En naar rechts doorlopen. Maar ik denk dat net als de Zidane, dat voor de heel veel spelertjes toch de leukste blijft. De Zidane. Weekend wordt er weer volop gevoetbald door onze Katwijkse clubs. We hebben alle wedstrijden voor u op de kaart gezet. Rijnsburgse Boys speelt thuis tegen de koploper in de topklasse Kozakken Boys. In de hoofdklasse B spelen de Rijnvogels uit tegen Schravenzande, die dit seizoen nog geen wedstrijd heeft gewonnen. En ook koploper Katwijk gaat uit en maakt een lange reis naar Kloetingen. Quick Boys speelt thuis tegen steeds hoger Oud-Beijerland, oftewel SHO. Valk 68 speelt ook thuis tegen de Zwaluwen en de vrouwen van Rijnvogels spelen thuis tegen de Zuidlandvrouwen. Tot zover RTV Sport. Zaterdagmiddag zijn wij weer op de radio en volgende week maandag is er weer een nieuwe voetbaltafel op tv. Kijk in de tussentijd ook op de website en dat is ook beschikbaar als app voor uw mobiele telefoon. Dank voor het kijken en een mooie week.